Goedemorgen, middag of avond. En laten we de aflevering maar gelijk goed beginnen. Wat gaan we eerst enchanten? Leggings is heel simpel. Dat hoeft alleen maar protection. Ik hoop aan de ene kant niet dat ik thorns krijg. Want als je thorns krijgt, dan gaat je durability heel snel naar beneden. Doen we eerst de helmet maar. Ik hoop op respiration misschien. En aqua affinity zou ook fijn zijn naast protection. Laten we het hopen. Protection 3. Nou, ik mag niet klagen. Het is absoluut niet geweldig. Maar het is beter dan helemaal niks. Goed, ik ga nog eventjes grinden voor de volgende leveltjes. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Nu ik hier toch sta te wachten op monsters die naar beneden vallen. Kan ik het ook wel even vlug hebben over de Ender Dragon. Ik weet dat sommige van jullie daar een tijdje op wachten. Wij zelf ook. De Ender Dragon gevecht, dat gaat komen. Het staat gepland nu voor komende zondag. We gaan zoveel mogelijk mensen van de server tegelijk uitnodigen om de Ender Dragon te verslaan. En dat wordt een gigantisch leuk gevecht met z'n allen. Creamy TV is er natuurlijk bij op de voorste linie om het allemaal op te nemen. Daarom ben ik nu ook mijn armor aan het enchanten, gewoon voor de betere overlevingskans. Want ik heb al 4 deaths. Dat is, ja, ik wil het ook zo houden, zeg maar. Ik wil niet nog meer deaths erbij. Stel je voor, de Zero Death Club, zoals we dat noemen, die is al heel erg klein. Volgens mij heeft, even denken. Ja, wie heeft er 0 deaths? Ik zou het eigenlijk niet weten. Misschien dat Unknown 5, Tom, die heeft misschien nog 0 deaths en Lolzard, denk ik. Dat is het dan ook. Maar goed, verbeter me als ik het fout heb, uiteraard. Ik weet het niet. Ik zie ze ook niet heel vaak spelen, dus dat kan ook een hele goede reden zijn dat ze nog niet zo vaak zijn doodgegaan. Goed, nieuws waard. Hoppa, yes. Nou, we zijn er bijna op level 30. We zijn op level 25 nu, zoals je ziet. Gaan we hierna de chestplate. Oeh. Elke keer als ik iemand zie met golden armor of enchantments of wat dan ook, dan pak ik even mijn looting zwaard erbij. Ik heb al heel veel leuke loot. Heel veel chainmail ook. Chain leggings met leuke enchantments die we allemaal houden. Ik moet dit binnenkort eventjes gaan schiften, want er zit ook best troep tussen. Zoals bijvoorbeeld Protection 2. Het is leuk dat we die hebben, maar die kunnen we ook wel ergens anders heen. Want deze kist lijkt wel aardig vol. Een boog met bijvoorbeeld alleen punch 1 is leuk. Als je zeg maar een eigen boog hebt zoals ik, zonder punch en die weer erop zetten. Maar ja, het kost ook weer heel veel enchantment levels. Dus het is maar net of je dat wil, inderdaad. Of je daar tijd voor wil vrijmaken, of je daar levels aan wil besteden, et cetera, et cetera. Dus mensen moeten maar eens even kijken wat ze allemaal willen hebben. Hier heb ik ook nog wat junk loot, gewoon heel veel bogen die je krijgt van skeletten. Heel veel botten uiteraard en pijlen. Pijlen worden wel wat vaker gebruikt, niet iedereen heeft infinity zoals ik. Rotten flesh hebben we meer dan genoeg van. Dus, oh, zo, hoppa. Hetzelfde met gunpowder, dat wordt alleen heel frequent geleegd door sommige mensen. Sommige mensen die hebben dat nodig, dat snap ik best. Hoppa, zo. Ja, ik ga nog eventjes vlug door tot level 30 en dan gaan we iets anders enchanten. En we zijn weer level 30. Het heeft even geduurd. Voor jullie natuurlijk niet. Voor mij wel, iets langer. Oh, het is ook midden in de nacht. Er is nog steeds geen enchanting station daar beneden. Dus we zullen het even in Cookie's huis moeten doen. Cookie is de enige op dit moment met een enchanting table volgens mij. Of misschien Pink for Fashion ook. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Oh. Zomaar een zombie uit de Nether. Zagen jullie dat ook? Wauw. Zombies uit de Nether. Het moet niet gekker worden in Minecraft. Goed, we zijn hier en we gaan even vlug een enchantment doen. Alsjeblieft, dankjewel. Chestplate, 30 levels. Protection 3. Ik heb Protection 3 en Protection 3. Volgens mij is het een teken. Ik vind het geen verkeerde enchantment. Begrijp me niet verkeerd. Ik had liever Protection 4 gewild, dat wel. Maar hé, mag niet klagen. Ik ga even slapen. En dan, ik denk dat het wel weer genoeg gegrind en enchant voor vandaag is. Dan gaan we nog even iets anders proberen aan het, voor de rest van deze aflevering. Want mij alleen maar zien enchanten is natuurlijk alles behalve ideaal voor een aflevering. Ik probeer wat meer diversiteit in mijn afleveringen te steken. Ik probeer ook wat meer, wat meer content, wat langere afleveringen. Want ze zijn op dit moment niet heel erg lang.
Gemiddeld zo'n 15 minuten. Ik weet dat het niet geweldig is. Maar het punt is, er is op dit moment ook nog niet heel veel wat ik kan laten zien. Ik ben nog niet met mijn eigen base bezig. Ik heb hier nog gewoon mijn kleine huisje met koelkast en zo. Dat is allemaal wel leuk. Dit soort kleine projectjes. Ik durf het eigenlijk niet eens een redstone project te noemen, zo'n koelkast. Het is gewoon iets voor de mooigheid. Ik heb hier nog wat spullen. Ik heb hier een weakness potion voor degene die het... Hey, wat is dit? Ik mis 2 regen potions. Ik mis 2 regen potions. Welke schoft heeft hij gejat? Oh. Dit kan toch niet? Dit kan niet. Iemand heeft 2 van mijn regen potions gejat. Wie zou het zijn? Wie zou het zijn? Wie? Oh, wie zou het zijn? Oh, zoals sommigen van jullie misschien ook wel eens opgevallen, mijn paard is veranderd. Ik had een wit paard en nu heb ik een zwart paard. En je vraagt je misschien af waarom. Er is een klein ongelukje gebeurd met onze lieve Brent. Brent heeft een ongelukje gehad met mijn paard toen hij op zoek was naar zijn eigen paard. Dus, kijk, hij heeft nu zijn witte paard weer terug, dat is mooi. En ik heb nu een zwart paard en ik moet eerlijk zeggen, ik vind zwarte paarden vind ik ook heel erg mooi. Goed. Biggen lopen hier nog steeds af en toe los. Dat is heel raar, want het zouden ze gefixt hebben dat dieren niet meer door hekken kunnen lopen. Ik heb hier, toen een klein cadeautje voor Brent achtergelaten. Ik weet niet of hij het zelf al gezien had. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar ik had een zombie villager gezien en ik had nog een golden apple, dus ik heb deze villager zoveel mogelijk mee proberen te traden. En nu heeft hij dus een paar trades om emeralds te verdienen. Ik denk dat het eerste cadeautje wat ik aan Brent geef voor zijn bazaar. Hij heeft 2 villagers nodig minimaal om te beginnen met villager breeding. Dus dat wordt nog een flinke uitdaging. We gaan waarschijnlijk een hele grote reed farm en een hele grote... we hebben al een grote reed farm, of een sugarcane farm moet ik zeggen. Want reeds is natuurlijk nog van voor beta. Dat is ouderwets, dat zeggen we niet meer. Maar in ieder geval een hele grote weed farm en een hele grote sugarcane farm nodig om heel veel emeralds te krijgen voor die bazaar. Want je moet gewoon heel veel ruilen. En het mooie daarvan is, je kan dus met die emeralds kun je wel goedkoop diamond armor en tools kopen. En dat is wel iets heel fijns. Dit is het huisje van Lolzart. Het is blijkbaar ingebroken door een zombie. Hij heeft hier ook nog heel veel spullen liggen. Hij is de laatste tijd niet heel veel online. Maar daarentegen zijn er niet heel veel mensen de laatste tijd online. Het is best rustig op Edenia. En ja. Weet je, dat is gewoon iets... Rip in peace. Rip in peace. Goed. wat gaan we deze aflevering even doen? Ik heb op dit moment nog geen idee eigenlijk. Ik zit ook maar een beetje rond te rennen om dingen te zoeken die we kunnen doen. Oh, wat leuk. Thomas heeft een schaap als huisdier. Naast Mercedes. Zijn geweldige paard. Waarom hij Mercedes er niet hierin heeft, dat snap ik dan ook weer niet. Maar blijkbaar is deze stal, als ik het zo mag zeggen, is... niet meer functioneel. Hij had hier een gebouwd met het model van Doc M, als ik me niet vergis. Hier staat een sign, willekeurig, zonder tekst erop. History needs you. Gebruikt hij gewoon als opslagkist. Hij heeft een Wither Skeleton Skull gekregen. Dus dat is iets fantastisch. De Wither moeten we ooit nog een keer gaan bevechten. Zodat we hier een regen... beacon midden op het meer kunnen zetten zodat de meeste mensen binnen bereik zijn van de regeneration. En anders dan loop je even terug naar het meer. Het is niet zo heel ver. Daarom zei ik ook in het begin van blijf lekker bij elkaar. En daar gaan we ook heel veel emerald blocks voor nodig hebben. Dus daarom is het ook tijd dat Brent, en ik wil hem daar best bij helpen, met de bazaar bezig gaat. Want we hebben gewoon goede trades nodig om heel veel emeralds te krijgen. Dat zijn op dit moment de projecten die een beetje gaande zijn. We hebben de end dus al gevonden. De portal is al actief.
We moeten eerst een scout naar binnen gaan sturen die wellicht een brug kan maken als het nodig is, als het obsidian platform ver van spawn ge... Oh, kom op, weer. Als het obsidian platform ver van spawn, of ver van het eiland is, ja, dan hebben we inderdaad wel een brug nodig. Dus we moeten eerst iemand naar binnen sturen die gaat kijken of het kan. Want als wij inderdaad met allemaal diamond armor en goede tools en wapens daar naar binnen gaan en we worden meteen van het platform afgeduwd door de Ender Dragon, ja, dat zou heel erg vervelend zijn. Een gewone Ender Pearl kan natuurlijk ook heel erg helpen met het oversteken naar het eiland. Maar goed, dat zijn allemaal dingen, daar gaan we binnenkort mee bezig. Even kijken. We hebben hier nog wat rare loot, niet zo geweldig. Passadels, wat armor, gold horse armor en zo, music discs. Ja, onze inventories worden al aardig goed gevuld. Ik ben laatst even op slimejacht geweest, even kort. Dus ook niet echt geweldig veel. Maar hey, het helpt. Alle kleine beetjes helpen. Goed, ik ga nog eventjes wat rondkijken en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Oké, what the... Hier is een grote draaikolk ontstaan blijkbaar. Oké, hoe is dit gekomen? Het kan geen explosie geweest zijn, want het is op water. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik vul het straks wel weer in. Ik heb toch niks te doen vandaag. Ik ging even de Nether in. Om wat netherrack te verzamelen. Ik krijg meteen een zombie achter me aan. Ik heb nou geen potions of healing meer. Dat niet ideaal is. En zijn we hier waarschijnlijk meer zombies? Oh shit. Gelukkig heb ik die goede boog van mij. Oh, gas tier. Fantastisch. Ik zie hier ook het lijk van iemand liggen. Dus ik zal het maar even oprapen. Voor zover het niet in de... Of in het vuur is gevallen. Misschien, ik hoop dat het was. Ja, het schijnt wel. Oké. Ha, wat een troep is het hier. Echt waar. Het wordt hoog tijd dat wij een nether hub gaan bouwen. Iemand heeft hier al omhoog gebouwd, zie ik. Die is waarschijnlijk hier gevallen. Vandaar dat het... Dat het spul van hem op de grond lag. Iron helmet kan ik wel gebruiken momenteel. Wil de eigenaar zich melden bij... Nee, ik stop het wel even in een kistje. Er is waarschijnlijk iemand hier in het plafond bezig. Wat niet verkeerd is, want dat is exact waar ik ook de nether hub wil bouwen. In het plafond. Een nether hub, dat is voor de mensen die het niet weten. In de nether reis je 8 keer sneller dan op de overboer. Oh! Er is al iemand bezig met de hub hier. Kijk eens aan. Oh, dat is ideaal. Dat is ideaal. Misschien, hoe hoog zitten we hier? We zitten hier op 114. Dus het plafond is 14 blokken hoger. Met wat spul ertussen uiteraard. Wat hier is een kist. Allemaal netherrack, quartz. Ik denk dat de eigenaar van dit spul is degene die ook hier gevallen is. Dus ik stop zijn... ik leen wel even je potion of instant health. Sorry. En wat torches. Zo. En gas tier die hou ik ook zelf. Zo. Gunpowder mag je wel hebben. Ik denk inderdaad dat van degene is die hier gevallen is. Even kijken hoe de layout gaat worden. Worden het tunnels van 3x3? Ik denk het wel. Ik wil hier best gaan graven, maar ik weet niet wiens tunnel dit is en of ik hier toestemming voor heb. Of wie hier bezig wil gaan. Dus laat ik dat maar even uitstellen. Ik zal even contact opnemen met de rest van de server. Het is inmiddels een nieuwe dag en er is iets heel naast gebeurd. Ik ben net doodgegaan met al mijn goede stuff bij me in de nether. Wat alles behalve fantastisch is. Gelukkig was het vlak bij de portal. Hallo wereld, even laden als je wilt. Het stikt daar van de gas, dus ik ben bang dat sommige van mijn spullen worden opgeblazen bij terugtreding. Oeh, even kijken. Hier, mijn zwaard is in ieder geval heel belangrijk voor me. Chestplate aan. Spul mee. Ik ben daar van boven gevallen. Dat is echt heel nasty. Uiteraard. Oeh. Kom op. Ik heb mijn armor twister weer terug. En wat spullen en wat voedsel. Oké, het gaat hier alles behalve geweldig. Ik ben de meeste van mijn spullen... Ah!
Oh god. ik ben in ieder geval even veilig voor Ghastfire, dat scheelt weer. Maar ik ben zo waar dood. Ik heb een Silk Touch, ik heb dit, ik heb wat torches, ik heb een voedsel, ik heb een boog. Die ik heel belangrijk vind. Ik heb gelukkig een Potion of Instant Healing, alsjeblieft. Opzuiver die handel. Wat ben ik kwijt? Ik ben mijn axe nog kwijt. Mijn axe vind ik wel belangrijk. Zwaard. Zwaard kan nu wel even... Heb ik... Nee, ik heb mijn axe niet, hè? Nee, oké. Dat is lastig. Ik drink ook de Potion of Fire Resistance, want je weet het maar nooit hier in de Nether. En nu kan ik ook als het moet hier bij de lava omhoog zwemmen. Doe ik niet. Is niet heel erg nodig, maar ik wil. Eerst van die gas af. Dat is wel heel belangrijk. Er is nog één. Maar waar? Waar? Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Oké. We gaan hier omhoog. We gaan die axe van mij nog vinden, want dat is een verdraaid goede axe. Ik kwam in ieder geval achter dat de Nether Hub, die hier gebouwd is, een deel althans, gedaan is door Thomas. En daarvoor zijn we Thomas natuurlijk heel erg dankbaar. Ik gooi even deze gaten dicht, want dit is levensgevaarlijk. Ik hoop mijn ex nog te kunnen vinden, dat hij niet in het vuur is beland. Dat zou zonde zijn. Misschien is hij terug naar de overworld gespawnd. Dat gebeurt vaak met items die in portals landen. Anders moet hij hier ergens liggen. Het kan niet ver weg zijn. Ik heb geen flauw idee waar die ghast is. Het lijkt daar vandaan te komen. De explosie was boven mij althans. Ah, kijk daar. En klaar. Geen gezeik, geen gezeur. Oké, ik ben bang dat ik mijn ex kwijt ben. Jammer, heel jammer. Of hij moet hier liggen, uiteraard. Maar ik ga die sprong niet wagen. Nou ja, ik heb het meeste kunnen redden. Dat scheelt weer. Goede pickaxes en spullen. Ja, zo is het leven van een Minecrafter. We zitten op 5 deaths inmiddels. En ja, daar zal ik mee moeten leren leven. Nog één keer op het dak kijken hier. Nee, het ligt niet hier. Hier. Ik ben gevallen toen ik hier naar beneden klom, vanaf de Nether Hub weer naar beneden klom. Toen hoorde ik een ghast op mij schieten en omdat ik dus inderdaad op een ladder stond, draaide ik mij om. Ik hield shift ingedrukt, zoals dit. En ik dacht van, ik ga op die ghast schieten. Maar toen ging ik dus een stukje naar beneden om... Oh, daar ligt trouwens experience. Ik weet niet of dat van mij is, want als dat van mij is, ik weet niet meer precies waar ik gevallen ben. Daar lijkt me sterk, maar hey, experience is experience en een ghast tier. Oké, hier heb ik een ghast geschoten. Fijn. Gratis ghast tiers voor regeneration potions zijn natuurlijk nooit mis. Ik heb nog een paar minuten fire resist. Ik ben bang dat ik mijn axe kwijt ben. Nou ja, daar moeten we mee leren leven. 5 deaths. Ik loop nu voor in deaths op een paar leden. Thomas heeft volgens mij nog minder, altijd. Pink for Fashion heeft altijd nog minder. Ik ga toch even daar beneden kijken. Ik kan toch met de lava meezwemmen. Gratis en voor niets. Hey. Ja, ik ben bang dat hij in de lava gepletterd is of zo. Oh shit, dat is zeer. Lava werkt dus niet qua fall damage hetzelfde als water. Ook weer wat geleerd. Hier liggen netherrack blokken van ghast explosies, denk ik. Geen axe. Nee, ja. Nope. Die ben we kwijt. Die ben we kwijt. Die ben we kwijt. Die zijn we helemaal kwijt. Ja, jammer. Nog wat gangsters. Is nooit verkeerd. Sorry als ik met dialect praat. Oh god, daar gaan we weer hoor. Auw. Dat was dichtbij. Holy. Oh. Dat was heel dichtbij. Goed, het is tijd om hier weg te gaan. Dit wordt hem niet. Een nieuwe axe kunnen we gelukkig makkelijk maken. Dat scheelt weer. En voor de rest heb ik... Ja, alles. Mijn goede boog. Mijn looting zwaard. Mijn goede schep. Silk touch is ook belangrijk. Mooi. Let's go. En we zijn weer thuis. Het is midden in de nacht. Dus ik ga eventjes een tukje doen. Ik bedenk me net dat ik nog wat andere dingen uit mijn inventory mis. Maar die heb ik volgens mij... Ja, zoals de jacko's. Oh, hier is mijn axe. Ik had mijn axe gewoon niet bij me. Dus ik heb wel alles. Oké. Oh, geweldig. Mooi. Ja.
waarom zou ik inderdaad ook een axe meenemen naar de Nether? Dat is inderdaad vrij doelloos. Goed, we hebben verder alles. Nou, oh, wat een avontuur. Ik weet niet. Ik denk niet dat ik vandaag nog iets ga doen. Ik heb niet veel gedaan, ik weet het. We gaan binnenkort aan het nieuwe project bezig. Dat is in de eerste instantie al waarom ik naar de Nether wilde. Omdat ik dus heel veel netherrack wil hebben om als bouwmateriaal te gebruiken. Want je kan netherrack kun je tegenwoordig omsmelten in netherbricks. Wat heel fijn is. Ik weet niet waarom ik hierheen ga. Maar netherbricks is wel iets dat ik graag als bouwmateriaal wil gebruiken. Zeker nu je ze zo wat oneindig kunt krijgen. Dus we hebben de laatste keer besloten om daar ergens bij de swamps, jungle / plains, een beetje in die buurt, te gaan bouwen. Ik denk daar in de plains, ik denk dat ik daar een mooie base ga maken. Grotendeels ondergronds en met een huis bestaande uit meerdere segmenten boven de grond. Daar gaan we ook alles automatiseren voor zover we dat hier nog niet gedaan hebben. Kijk, we hebben hier natuurlijk een cow farm, dat is leuk. We hebben hier een pig farm en een wheat farm die semi-automatisch is. Maar ik wil echt 100% gaan automatiseren in de nieuwe base die ik daar verder op ga bouwen. En natuurlijk moeten we vanuit de Nether Hub ook een weg daar naartoe hebben voor snelle travel. Want in de Nether reis je dus 8 keer zo snel. Dus we gaan waarschijnlijk ook Thomas even helpen met het bouwen aan de Nether Hub. We gaan komende zondag, voor degenen die het nu kijken, op dit moment als ik dit opneem is het vrijdag. Ik hoop de aflevering vandaag op het internet. Alhoewel, het is al 12 uur geweest, dus ik denk dat het zaterdag wordt als je dit ziet. Dus morgen gaan we met de Ender Dragon vechten. En dat betekent op zijn beurt weer dat we dus een paar dagen daarop zul je dus de video zien van dat gevecht. Goed, ik ga mijn inventory legen. Ik ga bezig met voorbereidingen. Ik heb nog 2 stukken armor die ik wil enchanten voor die tijd. En daarmee zeg ik, dames en heren, bedankt wederom voor het kijken naar Creamy TV. En daarmee zeg ik, tenslotte, tot de volgende keer bij Creamy TV.